De openlijke blijk van genegenheid van Martien Meiland voor de populaire volkszanger John de Bever heeft de nieuwsgierigheid van velen gewekt. Kees de Bever, de levenspartner van John, heeft nu gereageerd op de onverwachte bekentenis van Martien tijdens een uitzending van Chateau Meiland Vips. Tijdens de betreffende aflevering viel het ook dochter Maxime op dat er een opmerkelijke klik was tussen haar vader en John. Ze hebben zoveel gemeen, het is echt hilarisch, merkte ze lachend op. Er worden zelfs al vakantieplannen gesmeed. Wanneer Martin later tijdens een theemomentje met Erika, Montana en Maxime zijn gevoelens over John uit, blijkt zijn bewondering diep te gaan. Wat een geweldige man! Ik heb in jaren niet zo'n leuke man ontmoet. Het was zo gezellig, oprecht, hij zegt wat hij denkt. Als Kees ooit komt te overlijden, overweeg ik serieus om met John ergens te gaan dineren. In een reactie op het opvallende liefdesvoorstel van Martin, vertelt Kees de Bever in Shownieuws dat Martin openlijk heeft gesuggereerd om met hem uit eten te gaan na zijn overlijden. Hij zit gewoon publiekelijk op jou te azen, grapt Kees. Ondanks de opmerkelijke uitspraak, lijkt het koppel er samen hartelijk om te kunnen lachen. Ergens voelde ik het wel aankomen. Kees mocht niet mee, nu begrijp ik het wel. Martin had zijn oog gewoon op jou gericht. Ook John de Bever lijkt de situatie met humor op te vatten. Ik denk dat hij wel een beetje verliefd was. Het was grappig, hij is echt een gekkie. We hebben nog steeds contact, onthult John. Met een knipoog voegt hij eraan toe, hij stuurde me zelfs 'I love you. De Mailand familie, bekend om hun levendige activiteiten met gasten, verwelkomde niet alleen John de Bever, maar ook de sprankelende Patty Bart als speciale gast in hun serie. Het lijkt erop dat de Mailand avonturen steeds meer kleur krijgen met elke nieuwe gast die langskomt.